Goeiedag iedereen, ik ben Hans en ik ga jullie elke week een reeks oefeningen geven. Soms doe ik ze alleen, soms met mijn dochter, soms met partner. Om jullie in tijden van een lockdown of semi-lockdown toch actief te houden, want uiteraard blijft bewegen heel belangrijk. Het is goed voor ons immuunsysteem en het verzet uw gedachten. Het geeft mentaal een boost, dus geen reden om het niet te doen. We zijn iets meer verplicht om thuis te zitten, dus vandaar dat ik ook alle oefeningen binnen zal doen, zodat je ze eigenlijk altijd en overal kan uitvoeren. We gaan vandaag beginnen met een korte opwarming van 4 oefeningetjes. Dan hebben we een iets steviger blokje en dan hebben we nog wat cooling down. Dus ik zou zeggen, we gaan eraan beginnen. Alles opgeteld zullen we wel een tiental minuten, een kwartiertje bezig zijn. Voor de fitte mensen kunnen dat dan nog eventueel 2 of zelfs 3 keer herhalen. Maar alles wat je nu doet is beter dan niets. Dus we gaan beginnen en proberen de eerste reeks volledig af te werken. Oké, we beginnen met 30 seconden. Jumping jacks, dat is eigenlijk een goede opwarmer. Je gaat zowel de benen als de armen openen en sluiten. Dus dat is de oefening. Probeer je buikspieren goed op te spannen. We gaan dan 30-tal seconden doen. Goed grote bewegingen maken met de armen. Nog een 5-tal seconden. 2, 1 en stop. Goed, de volgende is voor de nekspieren. Veel mensen moeten van thuis uit werken. Dus het is goed om die nek goed los te houden. We gaan 5 keer rustig draaien met het hoofd. Begin niet te groot en probeer telkens iets grotere bewegingen te maken. Het is vooral niet de bedoeling dat je jezelf pijn doet. Oké, in de andere richting. 1, 2, 3, 4 en nog eentje. Oké, goed. Nek hebben we losgemaakt. We zetten de vingertoppen of de vingers op de schouders. We gaan met de ellebogen grote bewegingen maken. Voor, achter. Als je voorkomt, dan mogen die ellebogen elkaar zelfs raken. Goed groot. Ook 5 keer naar voren. Goed zo. En 5 keer naar achter. 1, 2, 3, 4 en 5. Goed. De bovenkant zit al los. Nu gaan we de achterkant losmaken. We zetten ons op handen en voetensteun. Je stapt met gestrekte benen kleine pasjes naar voren, zo ver als gaat voor u. En dan kom je terug. Rustig terugkomen tot pomphouding. Terug naar voren stappen. En rustig terugkomen. Goed die spanning op de buikspieren houden. Dat is beter voor de rug. Dit is 4. En terug. We doen er nog 2. Op de tenen naar voren. Benen zo gestrekt mogelijk houden. Terugkomen tot pomphouding. Laatste keer. Oké, goed. Ik begin het al warm te krijgen. Hopelijk jullie ook. Volgende oefening, of reeks van oefeningen, zijn er 5. We gaan de meeste 30 seconden proberen uit te voeren. De eerste is een omgekeerde plankhouding. Steunt op handen en hielen. Bekken goed naar boven duwen. Dit 30 seconden houden is optie 1. Als je iets fitter bent, dan mag je afwisselend de knie inzetten. Let er wel goed op als je de knie inzet, dat je niet gaat zakken in het bekken. Bekken goed hoog houden. Afwisselend. Nog 10 seconden. 3, 2, 1 en stop. Goed, de volgende oefening is ook een plankoefening. Nu op de zijkant. Je steunt op de elleboog en op de voeten. Je heft het bekken. Het is al een vrij moeilijke oefening. Als dat te moeilijk is, ga je de knieën plooien. En ga je op de knieën steunen. Knieën en elleboog.
Iets moeilijker dit. We gaan het bek laten zakken en terug opduwen. Probeer een mooie rechte lijn te vormen. Schouders, bekken, enkels. Dus niet geplooid. Probeer mooi recht te zijn. Deze manier. Hoofd in het verlengde van de romp houden. Goed, andere kant. Buikspieren zijn goed onder spanning. Denk aan die rechte nieuwe poep naar achter steken. Mooi naar voren blijven duwen. Goed, nog even volhouden. 4, 3, 2, 1 en stop. Dat was de tweede oefening van 5. Oefening 3 is vanuit pomphouding. Je zet je op handen en voeten. Deze vasthouden is optie 1. Als dat te zwaar is, kan je ook op de knieën doen. Bekken wel goed naar voren. Eventueel de voeten los. Zeker niet doorhangen in de rug. Goed buikspieren onder spanning. Voor degenen die iets fitter zijn. 1 knie naar voren, voet steunt niet. En je gaat afwisselend springen. Ook 30 seconden. Kom op, blijf goed volhouden. 20 seconden te gaan. Tellen af, nog 12 seconden. Ja, goed, kom op, hè. 5 seconden. 3, 2, 1 en stop. Goed. Nog 2 te gaan in dit circuitje. Voor de benen. Volgende oefening, uitvalspassen. Ja, de grote pas naar voren zetten. Probeer je knie boven de voet te houden en je komt terug. Je gaat zo diep dat de knie net de grond niet raakt en terugkomen. Je mag afwisselend links en rechts doen. We doen dat ook 30 seconden. Probeer de romp mooi recht op te houden. Knie naar voren, mooi recht boven het bekken. Blijf gaan, 15 seconden. Nog belangrijk om op te letten is dat de knieën mooi rechtdoor gaan. Dus geen knie die naar binnen gaat. Knie mooi rechtdoor. En terug. Laatste seconde. En stop. Oké. Goed. Vijfde oefening. Skipping. 30 seconden knieën heffen. Probeer de spanning in de romp goed te houden. Armen bewegen mooi mee. Knieën even hoog als de heup. Kom op, hè. Volhouden. Half weg. Goed actief op de bal van de voet. 10 seconden volhouden. 3, 2, 1 en stop. Oké, super. 5 oefeningetjes. Hartslag gaat naar boven. Je hoort het aan mijn stem. Voor degenen die willen, kunnen dit nog 2 of zelfs 3 keer herhalen. Daar ben je volledig vrij in. Mag je zeker doen. Voor degenen die na 1 keer hebben zo van, dit is al genoeg, gaan we nog wat cooling down doen. Cooling down gaan we een beetje stretchen nog. De eerste is de quadriceps. Makkelijk is als je ergens aan kan vastnemen. Mag ook zonder vast te nemen, dan is het meer een balansoefening die erbij komt. Dus je probeert de knieën goed bij elkaar te houden. Trek de hiel tegen het zitvlak. Zie dat je buikspieren goed opstand. Als je dat niet doet, dan krijg je een holle rug. Goed buikspieren opspannen. 15 seconden. En de andere kant. Goed de hiel tegen het zitvlak trekken. Probeer de knieën langs elkaar te krijgen. Balans houden, buikspieren opspannen, mooi rechtop staan. 15 seconden. Twee, één en
los. Goed, volgende oefening terug voor de nek. Veel mensen zitten nu lang aan het bureau thuis. En meestal niet in de beste houding, dus we gaan die nek wat rekken. Zie dat je mijn schouders mooi recht bent, niet naar voren. Mooi recht, neemt je hoofd vast. Brengt het oor naar dezelfde schouder. En probeer je schouder actief laag te houden. Dus niet hoog, schouder laag. Brengt het hoofd of het oor richting de schouder. En je voelt de rek hier goed toekomen. Doe jezelf niet pijn, geen pijn. Maar je mag wel voelen dat het op rek komt. Goed actief deze hand naar beneden blijven duwen. Dat die schouder laag komt, ga je sneller voelen dat het rekt. 15 seconden wissel van kant. Hoofd rustig naar de andere kant brengen. Schouder actief naar beneden. 15 tellen vasthouden. Rek voelen zonder dat het echt pijn doet. 4, 3, 2, 1. Top! We hebben nog één rekoefening. Voor de hamstring, dat is de achterkant van het bovenbeen. Je legt je op de rug. Neemt de handen onder je knie vast. Strekt je been uit. Totdat je rek voelt van achter op je bovenbeen. Tot in de kniekel kan dat zelfs zijn. Leg je hoofd rustig neer. 15 tellen houden. Goed de rek voelen van achter. Als je niks voelt, dan ben je niet aan het stretchen. Goed de rek voelen. 4, 3, 2, 1. Andere kant hetzelfde. Handen onder in de kniekuil. Je strekt je been zelf, zover als het voor je gaat. Totdat je de rek voelt. En dan hou je vast. Als je de tenen dan nog optrekt, dan ga je nog iets sneller rek voelen. Weer 15 seconden vasthouden. 3, 2, 1 en stop. Goed. Dat was de eerste workout. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Ik heb hem nu één keer gedaan. Ik ga hem dadelijk nog twee keer herhalen. En dan ga ik het gevoel hebben dat ik toch wel iets gedaan heb. Ik hoop jullie ook. Laat gerust weten wat jullie ervan vonden. Heel veel succes. En tot volgende week bij de nieuwe video. Bye bye.